1997, 20 years ago, the UK government, under its then presidency of the EU, convinced the other 14 member states, as they were then, that EU law should explicitly recognise that animals are sentient beings, not simply agricultural goods, not just bags of potatoes that could be treated with impunity. In other words, it was a recognition that they, like us, are aware of their surroundings, they have the capacity to feel pain, hunger, heat and cold. In other words, they're aware of what's happening to them and of their interaction with other animals, including indeed ourselves, humans. The eyes to the right, 295. The nose to the left, 313. The eyes to the right, 295. The nose to the left, 313. The nose have it. The nose have it. Unlock. Back in. Oh. The nose have it. Ja, knettergek. Het is 300 nog iets meer stemmen in het parlement voor het wijzigen van de wetgeving in Engeland zodra ze uit Europa zijn en dan het dierenwelzijn te vergeten. Want dieren voelen niks en hebben ook geen emoties. Het is toch onvoorstelbaar dat zo'n land, de meerderheid van de parlementariërs, van mening is dat dieren die dicht bij ons staan anders zouden zijn als wij en dus niet voelen. En zeker geen emoties kennen. Dat betekent dat de vosjacht weer geopend kan worden met paarden en honden. Het is anders als Nederlandse schieters in Nederland en daar worden ze door honden verscheurd. En passant even. En dat ook allerlei dieren die in de farmindustrie zitten, dat die dus behandeld kunnen worden als emotieloos en gevoelloos. En daar zijn we dus terug naar de middeleeuwen in dat land. Zo zie je maar, Europa was zo slecht nog niet.